Werelddierendag, die jaarlijks op 4 oktober wordt herdacht, is een dag waarop extra aandacht wordt besteed aan dieren. In dat kader heeft het Dierenasiel afgelopen zondag activiteiten georganiseerd. Sandra van der Linde, beheerder van het asiel, legt uit dat het om een grote fundraising ging. Zorgen dat er genoeg geld binnenkomt voor al onze hondjes, zodat we goed voor de honden en de katten kunnen zorgen. Want de zorg van honden en dieren, katten laat nog wel wat te wensen over hier in Suriname. En je ziet, het asiel is eigenlijk een opvang voor zwerfdieren in nood. Dus zo komen wij ook aan onze dieren. Alle dieren die hier binnen zitten zijn eigenlijk allemaal dieren die we van de straat hebben gerescued. Of er zijn dieren inderdaad hier gedumpt voor de poort. Kleine dieren, pupjes die worden gedumpt, kittens worden gedumpt. De aangereden honden die halen we van straat op en die geven we goede verzorging. En op het moment dat ze eigenlijk weer goed verzorgd zijn, zijn ze klaar om te adopteren. Dus we hopen dat er vandaag nog een hoop mensen naar hier komen om nog een dier te adopteren. Om het opnieuw een kans te geven op een nieuw leven. De middelen die wij krijgen eigenlijk, we bestaan puur van particuliere donaties. Dus eigenlijk, en dat moet je zien, een aantal bedrijven die toch wat geld bedragen, echt doneren aan ons. Of bijvoorbeeld grote bedrijven als DHM die grote voedingsdonaties doen. Maar er zijn ook een hoop particulieren die gewoon met een zakje hondenbrokken en een zakje kattenbrokken naar hier komen om voor onze dieren te doneren. En wat is de afname? Komen er genoeg mensen om dieren af te halen of te adopteren? September is een hele goede maand geweest. Ik vermoed omdat het vakantie is geweest. Toen hebben we gelukkig veel dieren geadopteerd gehad. Maar er zijn ook wel eens maanden dat het wat minder is. En er zitten altijd hier honden te wachten op een baasje. Dus het is eigenlijk nooit genoeg. Dat is een beetje vervelend natuurlijk. Want tegen de tijd dat we een dier geadopteerd hebben, we hebben er ondertussen alweer 2 of 3 van de straat getrokken. Want de problematiek blijft groot met alle straathonden. Van der Linde geeft verder aan dat sterilisatie de prioriteit is van het dierenasiel. Dat is namelijk de enige manier om ervoor te zorgen dat de populatie van onder andere zwerfdieren afneemt. En met steriliseren bedoelen we de hond zo opereren dat ze geen kindjes meer kunnen maken of geen kindjes meer kunnen geven. Dat doen we eigenlijk het hele jaar door. We hebben sowieso het hele jaar door de mogelijkheid voor straathonden. En ook voor eigenaren zijn er inderdaad diverse sterilisatieprojecten, zowel van onze organisatie als ook van andere organisaties. En nu zijn we ook weer bezig om dieren te steriliseren inderdaad. We hebben nu weer een aantal mogelijkheden. Dus als de dier nog niet gesteriliseerd is, bel het asiel 547-123 en dan kunnen we een afspraak maken om het dier te laten steriliseren. Altijd, op het moment dat je naar het asiel komt inderdaad, en het is gereduceerd, het is eigenlijk een gesponsord bedrag. Omdat wij zoveel donaties krijgen daarvoor, kunnen wij het voor die prijs aanbieden. En dan heb je het over een hond voor 75 en voor een kat voor 50. Tot zover Sandra van der Linde, beheerder van het Dierenasiel. Afgelopen zondag heeft het asiel een fundraisingsactiviteit georganiseerd om fondsen binnen te halen, zodat er voor de honden en katten gezorgd kan worden.